Let the Sunshine In kwam project K vorig jaar tot een einde. Verenigingen uit Peel en Maas, Horst aan de Maas en Leudal zijn ook dit jaar druk aan het repeteren om in september een avondvullende show op de planken te brengen tijdens project K. Zondag vond de eerste doorloop plaats. Project K is een grote regionale productie waarin muzikale verenigingen hun krachten bundelen om samen een unieke voorstelling neer te zetten. Er doen dit jaar koren, joekskapellen, dansverenigingen en een toneelvereniging mee aan het project. De samenwerkingen die de projecten met elkaar aangaan, maakt dit project uniek. Vorig jaar vond de eerste editie plaats. Vorig jaar hebben we de nummers Dream Girls van de musical Dream Girls gezongen en opgevoerd. En het nummer One Night Only. Dit jaar gaan we een nummer van de Dolly Dots zingen. Love Me Just A Little Bit More. En een nummer van Fun. We gaan een reis door de tijd maken waarin ons personage terug in de tijd gaat en de herinneringen van vroeger ophaalt. En zo komen de nummers van de grootste artiesten van toen voorbij en nemen we u terug naar het heden met nummers van nu. Nou, het unieke van Project K is dat het over de dorpsgrenzen heen gaat en dat dus iedereen die iets met muziek heeft, qua dans, qua instrument, qua zang, bij elkaar komt. En samen dat gevoel overbrengt op een heel enthousiast publiek natuurlijk. Want wij zijn enthousiast, absoluut. Op de bühne is het heerlijk. En hopelijk dat het publiek dat straks ook gaat voelen. Ja, Project K heeft alles. Dans, zang, het is voor iedereen iets. Het is gewoon één grote gezellig gevoel. Dat is een van de eindnummers van de voorstelling. Hier zingen ze het nummer van You Raise Me Up. Nu zie je een klein gedeelte. Uiteindelijk staan ze met ruim 200 man op het podium dit nummer samen te zingen. Vorig jaar waren de voorstellingen bijna uitverkocht. Dit jaar zijn de uitvoeringen van Project K op 23, 24 en 25 september in Dok 6.